Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Wiels en Co. Leuke naam zeg. Gezien uw beroep, hè, vind je niet? Oh, dat vind je niet. Nou, ik wel hoor. Dat vind ik nou juist zo leuk met namen, hè. Ik heet zelf bijvoorbeeld Juffrouw Ter Helle. Dat is ook zo'n leuke tegenstelling. Ik zie er namelijk uit als Juffrouw Ter Hemel. Maar ja, daar belt u waarschijnlijk niet over. Over gisteravond. U belt over gisteravond. Nou, dat komt dan goed uit, want daar had ik u net over willen bellen. Wat zegt u? Wat er precies gebeurd is? Nou, dat is gauw verteld, commissaris. Ik werd dus hinderlijk gevolgd, weet u wel. Ik kwam nogal laat thuis en toen parkeerde ik Flop, dus op het pleintje. Flop? Nou, dat is Flop, mijn autootje. En toen liep ik dus naar mijn flatje en toen werd ik dus hinderlijk gevolgd door zo'n hele enge nette heer, weet u wel. Op het laatst heb ik moeten rollen. En zodra ik binnen was, heb ik dus meteen uw politie gebeld, hè. Maar die vent dus, zeg. Die enge nette heer, hè, die heeft de brutaliteit aan te bellen. Ja, zeker, minuut of vijf later. Nou, maar dan wordt het wel even venijnig, hoor. Wat zegt u? Open gedaan? Ja, zeker wel. Gewapend met Knuppie. Wat? Knuppie? Dat is mijn plu. Nee, mijn paraplu dus, Knuppie. Dat korte dikkertje. Ja, nou, maar ik heb hem wel even alle trappen naar beneden geslagen, hoor, die enger. Ja, zo'n heel loes type, weet u wel. Zo'n valse lustmaniak. Wat? Ja, nee, maar weet u wat ik nou vermoed namelijk, commissaris? Dat het een misverstand geweest is, weet u wel? Nee, maar toen ik namelijk weer boven kwam, toen hing mijn tasje aan de deurknop. En nou ben ik bang dat ik bij dat uitstappen uit Flop dus op de grond heb laten vallen. En dat die nette enge heer dat gezien heeft en het mij achterna heeft willen brengen. Ja! En dat is natuurlijk wel vervelend, hè, als je zo'n man dan met Knuppie de trap afhengst. Begrijp je wel? Nee, maar waar ik me wel nijdig over heb gemaakt is dat er niemand van de politie is gekomen. Ik bel toch niet voor niks op, nietwaar? Wat zegt u? Er is wel iemand van de politie geweest. En die is door een hysterisch vrouwmens de trap afgeslagen, zegt u? Zeg, straatagent, zou jij je taal even willen kuisen? Kun je wel? Tegen een zwak alleenstaande vrouw? Of moet ik even bij je komen? Dat kan ik ook hoor. En dan zal ik je graag even voorstellen aan Piep en Tikker. Wat? Nee, dat zijn de naaldhakken van mijn oude schoenen, daar. Meneer halve zachteling, zeg. Hysterisch vrouwmens tegen een ter hemel notabene. Je staat te trillen op je benen, zeg. Ik dacht dat ik stierf. Eerlijk zeg, ik denk ik sterf, zeg. Ik ga dood. Goedemorgen. Morgen, meneer Biel. Morgen, zeg maar. Waar had ik het over? Over dat u dacht dat u stierf. Nou, zeg, liever niet, zeg. Laten we daar geen grapjes over maken. Ik zie maar, zeg ik. Liever niet. Ik kom pas kijken. Net 50 tenslotte. Krap 50. Ik kan nog van alles als ik wil. Ik spring nog over een hek. Van de week, hoor. In mijn tuin, mijn hek. Ik zeg tegen Doemie, daar spring ik nog overheen. Ze zegt, kijk maar liever uit, jij. Tegen een Biels, hè? Moet je nou dat tegen een Biels zeggen, hè? Dat is mijn uitdagen, een Biels. Dus ik met een van je ene twee, hup. Erover? Ruim, met gemak. Ik hield nog over. Als ik die broek niet aangehad had, dus. Welke broek? Mijn tuinbroek. Prima broek, daar niet van. Voor het werk uitstekende broek, maar geen broek om mee over een hek te springen dus. Nee, de snit, hè. Geen hekkerspringersnit? Nee, het kruis dus, met name, hè. Het typische tuinbroekkruis, hè. De bekende tuinbroekconfectiesnit, beetje laag bij de grond, letterlijk dat. Maar ja, daar denk je niet aan, hè. Waar niet aan? Aan je snit, hè. Als je over een hek springt, hè, daar denk je toch niet aan. Ik moet de vent nog zien, zeg. Wat ben jij daar aan het doen? Nou, ik kleed me even om. Waarom? Om over een hek te springen. Geen mens. Nee.
Nee, nee, nee. Maar als ik er een klacht over indien bij Koning Klant... of de Consumentenkrentenbond... nou, dan krijg ik een lauw briefje terug, zeg. Van dat ze het eigenlijk niet zo zien zitten. Dus die fabrikant lacht in zijn vuistje, waar of niet? Sorry, dit kan ik even niet volgen, hoor. Welke fabrikant? Van mijn tuinbroek. Dat is me nogal geen goudmijntje, zeg. Je moet rekenen, die broek is niet te verslijten, hè. Dat is even een ponkenbroek. Ah? Een oude ponkenbroek, hè. Stom als een plank. Gaat een mensenleven mee, jawel. Behalve... wanneer de tuinman er in zijn onschuld mee over een hek springt. Want mooi dat de vlijmende spijltjes hem dan de flarren uit... zolang hij laag bij de grond zijn snit bijten. Hij koopt maar weer een nieuwe. Nog afgezien van het feit... dat je met je volgewicht tussen de aardbeien slaapt. Ach, viel je? Nou, dat viel je. Ik werd zo goed als ter aarde besteld, zeg. Tussen de aardbeien. Nou, die kan ik voor dit jaar ook wel afschrijven, de aardbeien. Die hangen als jam aan de tak. Ja. Dus toen dacht je dat je stierf. Hoezo? Nou, dat zei je toch toen je binnenkwam. Ik dacht dat ik stierf. Ik denk, ik ga dood. Wel, nee. Wanneer dacht je dat dan? Toen ik daar stond. Waar? Met dat mes. Je had een mes? Ja. In je handen? Nee. Waar dan? Tussen mijn ribben. Tussen die aardbeien? Nou, nee, tussen mijn ribben. Misschien heb jij daar aardbeien. Maar ik heb daar... hè, ribben. Alle mensen. Ja, goed, alle mensen hebben ribben. Ja, dat weet ik ook, ja. Maar lang niet alle mensen hebben er een mes tussen zitten. Nee. Nee. En jij wel? Ik wel, ja. En vandaar dat ik dacht dat ik stierf. Ja, ik denk, ik sterf, ik ga dood of iets van die daar. Kan ik me voorstellen, zeg. Hoe kwam je zo mal? Ik had dat pak nog deel aan. Waarom? Aan die vrouw. Het was een vrouw? En wat voor iets? Een vrouwtje. Ja. Je weet wel, hè. De hupsalder. Ja. Die had zo het een en ander, hè. Ja, ja, een mes, begrijp ik. Wel, nee. Hij. Zij niet. Hij. Hij? Hij. Zij niet. Nee. Hij wel. Ja. Hij droeg een mes. Hij, ja. Zij niet. Nee. Wat droeg zij dan? Zo goed als niks. Dat was ook al zo zeer dan. Dat ze niks droeg. Niks noemenswaards dan, hè. Van dat de verwaarloze textiel. Van dat flitterende schuimvitrage. Van dat doorkijktule. Dat smulspul. Ik wist niet waar ik kijken moest, hè. Nee? Ik niet, nee. Waar keek je dan? Naar buiten. Ik ben maar even naar buiten gaan staan kijken. Door hetzelfde soort schuimvitrage. Maar daar stond tenminste een warm geklede glazenwasser achter. Daar heb ik maar even een praatje mee gehad. Om te rekken. En, wat zei die? Hij zei... Sorry, meneer. Ik ben zo klaar. Oh ja? En? Hij was zo klaar. Nette man. Ja, kunst als je buiten staat. Op een wiebelladder. Kunst om dan de nette man te spelen. Nee, dan moet je binnen wezen waar ik was, bij haar. Ja, hoe was dat? Dat was verschrikkelijk. Dat was een ramp. Dat was een heel gedwongen sfeer. Stel je het maar even voor. Die vrouw dus, zij, hè, met zo goed als niks aan. Die me daar met woest gebaar om de hals vliegt en zegt... Laat me eenmaal van jou zijn. Carlos Cevalda Torero. En dan nog het een en ander wat ik niet verstond dus. Nee, waarom niet? Doof, toen was ik al doof. Van die stem dus, vlak bij mijn oor. Sprak ze zo hard dan? Altijd, die vrouw spreekt. Altijd hard, gekke. Heel klein, rank ruimtje, hè. Maar daar komt me een stem uit. Op mijn schouder moet je rekenen, vlak in mijn oor, dus meteen doof, hè. Ik verstond niks meer, ik moest maar raaien naar wat er verder gezegd werd. Nee, dat was een heel gedwongen sfeertje, hoor. En wat zei je? Ik kon niks zeggen. Dan krijg ik toch geen kans toe. Die ratelde maar door in mijn doof, hoor. Dus ik wijs maar eens, hè, op mijn andere. Ja, stom natuurlijk. Begrijp ik, stom. Want meteen werpt ze zich... in de tuurlijk op mijn andere schouder en ze zegt... Oh, Carlos Cevalda Terriero, kijk me niet zo aan, maar neem... En meteen sloeg het aan de andere kant ook dicht. Neem!
en daar sta je dan, hè. Neem wat. Wat moest ik nemen? Ik heb nog gekeken, er stonden sigaren, maar pak jij... Maar pak jij maar eens een sigaar met een vrouw om je nek, zeg. Nee. Nee, dat kan ook weer verkeerd worden uitgelegd, nietwaar? Als hij dan was binnengekomen terwijl ik zijn sigaren sta te pikken, dan zijn mannen die daar meteen de pee over in krijgen. Veel mannen zijn op het punt van hun sigaar. Veel mannen op het punt van hun sigaar zijn ze heel licht geraakt. En het was hem. Als een gedwongen sfeer, hè, toen hij binnenkwam. Met een mes. Zo'n mes. En wat zei die? Veel. Veel, zeg maar veel, ja. Die ging een heel verhaal tegen me staan houden, zeg. Terwijl ik nog steeds met die hoge piep in mijn oren sta, hè, van haar. Hè. Dat ik zeg nog, sorry, maar ik versta je niet, maar hij babbelt maar door, hè. Woedend? Nee. Nee, woedend, nee. Beetje verdrietig meer. Of het hem speet. En zij? Zij? Ja, ook heel wonderlijk. Zij ging op een gemak, hè. Op een gemak naast hem zitten luisteren. Ja, af en toe goedkeurend knikken zelfs. Dus ik al blij, hè. Ik denk, ja? Nou, de buit rijdt over. Dus ik knik ook maar eens vriendelijk, hè. En ik begin meer wat te verstaan, hè. En ik hoor hem heel verdrietig iets mompelen van... Beneem ik u op uw verzoek? Als vriend, uw kostbare leven. En rang, zegt zo'n mes in me hier, rats. Roep, poep, klababberen. Nee. Ja. Als je een sigaar verwacht, zegt zo'n mes in me hier. Alsof u er doorheen moest. Ik dacht dat ik stier, zeg. Ik denk, ga dood, minstens. Alle mensen, zeg. En wat zei je? Ik zeg, maar rode... Wat doe je nou? Marode? Nee. Rode. De man heet Rode. En wat zei die? Hij zegt, wil gij sterven, vriend? Ik zeg, nou, wat heet willen? Ik zeg, ik heb niet direct de indruk dat men hier veel belangstelling koestert voor wat ik wil. Hij zegt, kies te zwijgen, dan ben dood. Ik zeg, kiezen? Nou, ik zou wel even willen vaststellen dat men hier net... Het een en ander wordt opgedrongen. Hij kijkt me peinzend aan en hij zegt, ik, goede vriend, die kleinere bomenvelden, ik zal nog voor de winterval dit droefbericht uw vrouwen melden. Ik zeg nou graag en tot wederziens bereid. Wat? Wat denk je dat hij doet? Geen idee. Hij zoent me. Eerlijk zeg, hij zoent me. Hij trekt me eerbiedig, ja. Trekt hij mij de hoed over mijn ogen, hij buigt en hij vertrekt, huilend als een kind. Zo mal als een struik andijvie, zegt die. En zij? Klappen, bravo roepen, bis. Ik zeg bis. Ze zegt, oh ja, mag Rode het nog eens doen? Ik zeg, natuurlijk wel. De mens is van nature uitgerust met 7 paar echte, 3 paar valse en 2 paar zwevende ribben, dus plaats zat. Zeg, heet hij echt Rode? Jazeker, Rode. Rode. Roderick Kroel. Ha, ja. De acteur? Ja. Wacht eens even, die getrouwd is met die actrice, kom nou. Toinette J. De baard dus. Voluit Toinette J. De baard. In de keel, zeg maar. God, wat een stem zeg. Nee! En dan ben je dood. Voel je me? En dan neem je niks meer, hoor. Dan ben je uitgenomen. En klababber hem, hoor. Zo nijf tussen je ribben. Ja, maar van wat ze je vriend noemt. Met een zoen toe. Was een heel gedwongen sfeertje, hoor. Oh, wacht eens even. Ik begrijp dat ze samen hun rol aan het repeteren waren. Hé! Gril die grillen, zeg. Had je dat er niet begrepen, dan? Ouwe, machtig dat mes vandaar, zeg. Mijn geld, mijn portefeuille. Ik dacht dat dat mijn leven gered had, mijn portefeuille. Mijn geld, hè. Ik denk nog, eindelijk heb ik er eens plezier van. En het kind precies zo. Nee, zee. Was die er ook? Jazeker. Die was weer eens te laat, hè. Dus, dan wordt gebeld. En zij, Toinette J. dus, hè. Zij zegt, doe jij even open. Tegen iemand die net zo'n nijf in zijn lijf heeft gekregen, zeg. Gered door zijn geld. Tenminste, dat dacht ik, hè. Dus ik ga maar, ik doe de deur open en wie denk je? Hoi! Hoi! Maar dat duurt weer even. Half uur te laat weer, zeg.
Ik heb het over gisteravond bij Rode en Toinette J. Oh, dat ja. Ja, daar heb ik mij het waanzinnig gelachen, Lien. Dat heb jij helemaal niet. Oh, nee? Nee. Oh, nou dan niet. Nee. Jij ging finaal van de graaf. Oh, nee, oh, mijn hoofd. Dat was alleen nog even omdat ik achter adem was vanwege die tik in mijn rug. Oh, ja? En waarom laat je je dan door mij de kamer in dragen en op de divan leggen? Om dezelfde reden als waarom je mij nooit de vierdaagse zal zien lopen. Zeg, wacht nou eens even. Wat voor tik in je rug en door wie? Door hem weer, meneer Rode. Die duikt in de gang opeens weer achter het kind op en met de woorden gij, die mij dwong mijn vriend te doden, gaat hij dezelfde reis. Raad zeg, poef, kwababberen, voor mijn ogen. Hetzelfde nijf dit keer voor de verandering tussen de kindse kraakbeentjes. Nou, is het een Biels, hè, dus hij kan wat leien. Maar dat is dom hoor, om een Biels onder de ogen van een Biels schaai te berokkenen, hé? Ja, die werd daar wel even de berichten ingeslagen hoor, die. Ja, de berichten? Nou, in de zin van de première van het toneelspel Skeizers Moordenaar kan hedenavond geen doorgang vinden wegens moord op Skeizers Moordenaar, weet je wel. Nou ja, hij vroeg erom hoor, cliënt of geen cliënt. Oh, is het een cliënt? Jazeker. Daar moet ik een bungalow voor bouwen, zeg, voor die twee. Ja. Dus van zaken doen is weinig gekomen, begrijp ik? Niks. Kan toch niet? Nee. In een dergelijk gedwongen zweertje. Stel je het even voor, zeg. Ik geef hem, Rode, dus even zijn corrigerende tik. Ik neem dat zwaargewonde kind in mijn armen. Jij gelooft ook alles, hè? Ja. Man, dat zijn van die toneelmessen. Die schuiven in mijn kander als je steekt. Oh ja, en waarom kreunde jij dan zo? Van de lach. Omdat jij daar even Skeizers Moordenaar stond te killen. Ja. Nou, goede les, zullen we maar hopen, hè. Voelt de mensen eens een keer zelf wat hij in zo'n stuk staat aan te richten. Bij een keizer, notabene, alsof die mensen al niet genoeg ellende aan hun kop hebben. Wat een gezin, zeg. Foei. De helle. Stel je het even voor, hè. Ik kom daar met dat slappe, kreunende kind de kamer binnen hijgen, hè. Naar de divan ermee. Wie liggen daar ongegeneerd te donderjagen? Zij, Toinette, J, met wie? De glazenwasser. Ja, dat is ook wel lekker stuk, hoor. Ja, ik heb mijn ogen niet in mijn zak. Nee, waar zij in speelt. Oh. Dat stuk. Oh. Wat zij daar lag te repeteren. Dat heet de vrouw van de glazenwasser. Dat heb 5 jaar op rood meegelopen, dacht ik. Ja, als het zo doorgaat, dan loopt het over 5 jaar in een aanzienlijk donkere wijk, dat stuk. Toinette, J. Schandalig, zeg, wat dit bij je is. Nou, het schijnt anders een lachstuk te zijn, hè. Zij doet bijvoorbeeld nog een keer of ze zelfmoord pleegt. Oh, en dan brengt hij haar naar het ziekenhuis en dan wordt er hele maag leeg gepompt, weet je wel, tot een grote schrik. En dan ligt de zaal, die zaal ligt dan blauw voor het van het lachen, weet je. Ja, met alle spotten maar. Als ik het geweten had, dan had ik er dat ook nog in gezet. Wat in wat? In mijn ingezonden brief. Dus het zal vanmorgen wel in de krant staan, onder het scherpe kopje, wantoestanden in de toneelwereld. Naam en adres inzender ter redactie bekend. Ja, het zijn mijn klanten tenslotte, ze hoeven niet te weten dat ik het geschreven heb. Maar wel even heel precies beschreven wat me daar overkomen is. Pol, arme Pol, zou er vanmorgen even met de tekeningen langs gaan bij die mensen. Hebben ze het misschien al gelezen? Naar voor Pol. En ze zijn al zo gevoelig voor kritiek, dat soort kunstenaars. Arme Pol, zeg, terwijl je daar zo al een nijf tussen je ribben krijgt. Ik bedoel, Morgen, chef. Morgen, Pol. Morgen, wat ziet eruit? Mes tussen de ribben, Pol. Bijna, chef. Gij vraagt het mij als vriendendienst. Als vriend zal ik het u geven, Pol? Nee, chef. Gij die mij dwong met mijn vriend te doden. Gaat gij dezelfde reis, bekend, Pol? Raak, man. Bijna, chef. Op de arm gevangen, chef. Plezier gehad van mijn judo, chef. Mijn judo. Ik heb hem meteen in de wurggreep genomen, chef. Tot hij kwek zei. Ze ben je gek, man. Ben je helemaal gek geworden. Het is een klant, zeg. Skeizers Moordenaar, zeg. Laat het liever aan mij over, hoor. Als we hier iemand kwek moeten laten zeggen, dan doe ik dat liever zelf. Trouwens, dat had ik al gedaan, dacht ik, hé. Nee, bij jou zei hij, dacht ik, oeps. Nou ja, kwek, of oeps. Zolang er geluid uitkomt, blijft het een klant, Pol. En heeft hij de recht om als klant behandeld te worden, ja? Ja, chef. Maar het was noodweer, chef. Al woeien de pannen van het dak, Pol. Geen argument. En zij, Toinette J. Verschrikkelijk, chef. Laat me eenmaal van jou zijn, Carlos Sivalda Terrero. Nee!
gevolgd door een lichte doofheid, Paul? Ik weet niet waar u het over heeft, chef. Ja, waar heb jij het dan over, Paul? Over haar, chef. Op de divan. Verschrikkelijk. Het was op het kantje, chef. Zij op de divan? Noem je dat op het kantje, Paul? Nou, dat is dan een kwestie van smaak, man. Op het kantje. Het was voor mij ver over de schreef. Waar heeft u het nu over, chef? Over haar met de glazen wasser. Een lange, kale man, chef. Dus die was er toch wel? Probeerde mij ervan te weerhouden haar te redden, chef. Heb ik van zijn ladder moeten smijten. Ja. Hai, weer een bericht, chef. De première van het toneelspel De Vrouw van de Glazen Wasser kan hedenavond geen doorgang vinden wegens de val van de glazen wasser. Redden? Zei je, Paul, haar redden? Waarvan? Van een wiste dood, chef. Het was op het kantje, maar waarschijnlijk haalt ze het, chef. Paul, waar heb jij het nou weer over, Paul? Over dat zij kennelijk gepoogd had zelfmoord te plegen, chef. Ik kwam nog net op tijd en hij wilde me wachtig ook nog tegenhouden, chef. Rode. Hij was net weer een beetje bijgekomen, begrijpt u wel. Uit mijn wereldgreep dus. Dus toen heb ik hem nog eens de keel moeten snoeren, chef. Om dat vrouwtje te redden. En toen zei hij inderdaad... Oeps, meen ik te herinneren, chef. Ja, dat is een riskant beroep, hoor, keizersmoordenaar. Oh, dat is een stuk, Paul. Daar ligt de zaal blauw bij, volgens zeggen Paul. Nee, dat was hij weer, chef. Hij lag er toen inderdaad wel even blauw bij, chef. Maar daar had ik geen tijd meer voor, want toen begon zij kennelijk weer even uit haar coma te komen, chef. Dus toen had ik halfwerk haar in de auto te krijgen met al dat volk erbij. Maar gelukkig hadden ze het in het ziekenhuis bij de eerste hulp onmiddellijk door, chef. En petje af voor die lui, hoor, chef. Dat was meteen maag uitpompen en injectie dus. En massage zo. En braken laten. Kundig, hoor. Paul, droevige Paul, dat was een stuk, Paul. Feit, chef. Krap vrouwtje. Nee. Een stuk, Paul, dat heeft 5 jaar op Broadway getippeld, Paul. Zie je de vrouw niet aan, chef? Paul. De vrouw van de glazenwasser, Paul. Ja, chef. Ja, daar zal je dan mee getrouwd zijn, chef. Die wou me tegenhouden, ja. Verschrikkelijk, zeg. Daar gaat de voorlopige aanslag. Ook dat nog, Rinderman, Kwek en Oeps tezamen. Een vrijdagavond krijgt de buurtverkoop morgen. Ja, die is er, schat. Ja, hier komt hij. Ja, dank je. Hier, Biel. Ja, meneer Rinderman. Beledigend stuk aan het adres van onze cliënten in het Uchtenblad, zegt u, meneer Rinderman. Ja, dat heb ik gelezen. Strafklacht van de zijde van onze cliënten wegens huisvredebreuk en vrijheidsberoving van... Meneer Rinderman, mag ik dit alsjeblieft even uitleggen, meneer Rinderman? Dat was namelijk een kwestie van uitpompen, meneer Rinderman, begrijp u wel? Het uitpompen dus van een stuk dat jarenlang getippeld heeft op dinges. Of gelopen, laten we zeggen, gelopen op de glazen.